Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM-hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvi's producer Ramon gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten? En hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van FHM's Vrouwen aan de top. Ramon, gezellig dat jij er ook weer bent. Dankjewel. Zeker, het is tijd om onze nieuwe gast aan te kondigen. Um, ze was hard op weg naar een carrière als proftennister. Maar hardnekkige blessures gooiden roet in het eten. Toch vond ze haar weg naar de spotlights, mede dankzij haar deelname aan Love Island. Tegenwoordig inspireert ze haar duizenden volgers met dagelijkse hardloopsessies over de Nederlandse savanne. Mag ik het horen voor Lotte van Leeuwen. Woehoe. Applaus. Hey, Lotte. Leuk dat je er bent. Ja, het superleuk. Het is mijn eerste keer, podcast. Je eerste keer, je debuut. En dan ja. ook nog bij FHM. Ja, ik voel me vereerd. Mooi. Hey, uh, we beginnen altijd met onze gast door uh, even het uh, cv door te nemen. Dus wat is jouw volledige naam? Lotte Yvonne van Leeuwen. Lotte Yvonne van Leeuwen. En je geboorteplaats? Zeist. Zeist. Huwelijkse staat? Vrijgezel. Vrijgezel. Goed om te weten voor de mannelijke... Luisteraars. Zeker. Uh, opleiding? Uh, ik heb mijn propedece op de Johan Kruijf University gehaald. Oké, okay, en waarin? Sportmarketing. Sportmarketing. Uh, wat was je eerste baantje? Jeetje. Um... Ja, echte baan eigenlijk, hè? Ja, echte baan. Nou ja, ik wil zeggen, dat was toch wel gewoon mijn tennis. Daar verdiende ik toen de tijd mijn geld mee. Ja. Dus dat was mijn erst, eerste baantje. <laughs> ja. Oké, okay, daar komen we zo meteen nog op. Wat mag er wel van jouw CV af? Oeh, uh, nou ik moet heel eerlijk zeggen dat ik al heel lang niet meer naar mijn CV heb gekeken. Ik <laughs> dus... kan een update gebruiken. Jeetje, um, ik zou het echt, ik zou het niet weten. Ik heb mijn CV ook eerlijk gezegd helemaal niet meer nodig nu. Nee. Nee, er wordt niet meer aan mij gevraagd, Lot, stuur even je CV op. Nee, en dat komt natuurlijk ook omdat je, denk ik, zelfstandig bent en niet in loondienst. Klopt, en ja. ook misschien niet van plan om uh, in een uh, loondienst te gaan uh, op, op, de, op de korte termijn? Nee, nee eigenlijk niet. Nee. Nee. Uh, laatste vraag van het CV. Heb jij meer of minder verdiend dan 100.000 euro de afgelopen jaar? Zo. So, <laughs> um, afgelopen jaar, ja, dat was een goed jaar. Dus uh, laten we zeggen ongeveer dat. Oké, okay, netjes. <laughs> ja. ja, heel netjes. Ja. Zeker. Zeker. Goed begin hè? Zeker, heel goed begin. En wat wilde jij worden vroeger toen je een klein meisje was? Waar droomde jij van? Uh, ja, nou ik heb altijd wel de droom gehad om echt uh, professioneel tennister te worden. Mm -hmm. Maar naarmate ik ouder werd, kreeg ik wel door van ja, in hoeverre gaat dat lukken? De ja. echte wereldtop is gewoon zo moeilijk om uh, te halen, zeker met tennis en internationaal gezien. En. Um, ja, op een gegeven moment had ik ook zoiets van: nou, ik wil ook wel binnenhuisarchitect worden, dus uh, daar okay. lag ook altijd een passie voor mij. Ja, um, even terug naar tennis. Want hoe, hoe goed was jij uh, om, om om precies te zijn? Uh, ja, ik behoorde altijd wel bij uh, ja, de top van uh, Nederland, uh, zowel in de jeugd als bij de senioren. En um, op mijn negende... 20ste stond ik dan nummer 14 van Nederland. Mm -hmm. En wilde ik echt die top 10 inkomen, moest ik bonuspunten pakken. En dat kon alleen maar internationaal. Dus ik moest naar het buitenland. Um, dus ja, top, top 15 van Nederland stond ik echt. Uh, dat was mijn hoogste notering. Ja, want het was gewoon, op ge uh, ja, het was gewoon jouw werk op dat moment. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, het was ook wel heel veel investeren hoor. Mm -hmm. Ik verdiende er nou niet echt uh, heel veel geld mee toen. Nee. nee. Wat, wat, wat verdien je dan per maand? Aan tennis, als je top 15 bent van Nederland? Uh, ja, dat is heel moeilijk om te zeggen, want dat ligt eraan uh, hoe je presteert. Mm -hmm. Kijk, als je er eerst een ronde uit ligt, ja, dan hou je er niks aan over. Maar behaal je finale, ja, dan pak je toch wel uh, wat geld. Ja. Ja. En um, ging je, je ging heel Europa door? Nou, ik het voornamelijk zeggen, in Nederland? Uh, met name in Nederland. Ik begon eigenlijk toen pas internationaal met toernooien spelen. Mm -hmm. um, maar ik merkte al heel snel dat ik dat eigenlijk helemaal niet leuk vond. Nee. Wa waarom niet? Ja, het is heel erg eenzaam, tennis. En uh, ik merk dat ik ook niet helemaal vies met de meiden uh, mm -hmm. bij de toernooien. Het liefst zat ik eigenlijk alleen maar met de, met de mannen. Um, en ik kon daar ook gewoon na het spelen van wedstrijden en toernooien. wilde ik ook gewoon gezelligheid. En dat had ik ook echt nodig. Ik moest soms dus ook mijn ei kwijt, maar dat kon toen niet. Dus het liefst vloog ik dan ook gewoon weer terug naar Nederland. en lekker naar mijn vertrouwde omgeving. En dat miste ik heel erg. Ja, waarom kon je je ei dan niet kwijt? Van ja, je merkt gewoon met tennis in die wereld: iedereen is zo erg op zichzelf. En uh, ja, er, bij, zeker bij vrouwen is gewoon heel veel jaloezie, haat en nijd. En uh, ja, zelf stond ik er zo niet echt in. Dat vond ik heel jammer. Ja, kun je een voorbeeldje geven van die haat en nijd onderling... onder de speelsters? Oh ja hoor. Uh, nou, ik moest bijvoorbeeld, om even iets te noemen... Uh, bij het toernooi heel erg letten op mijn rackets in mijn tennistas. Dat gewoon mijn snaren niet werden doorgeknipt. Uh, zo graag wilde de tegenstander dat ik uh, ja, uh, zou verliezen van haar. Dus eigenlijk dat ik niet eens kon spelen. Um, of ja, dat ze me niet meer aankeken nadat ik goed had gepresteerd. Ze wilde dan niet meer met me inspelen voor de wedstrijden. Dus dat is, uh, het is okay, hard. Oké, ja, ja, inderdaad. Dat was uh, vals eigenlijk gewoon. Ja, zeker. Ja, en op jonge leeftijd was het ook al, uh, kreeg ik het ook al mee... dat ik gewoon nare blikken kreeg van ouders die me niet meer aankeken. En mijn ouders waren helemaal niet zo. Die zijn heel, heel nuchter. Die dachten, wat is dit nou? Of, uh, maar er zijn ook wel heftige dingen, hoor, die zijn gebeurd. Dat, uh, Zoals? Ja, dat je wel gewoon ziet dat uh, een ouder zijn of uh, haar... Kind uh, slaat hè? als hij verliest, dat heb ik ook al gezien hoor. Ja. Dat was heftig. Dus, ja, een ja, aparte wereld, die tenniswereld. Ja, en uh, ja, voor hun is dat allemaal eigenlijk maar een beetje normaal omdat het daar gebeurt. Ja. Werd daar dan niks van gezegd? Ja, nee, nee niet echt eigenlijk. Nee. Nee. Wat is er gebeurd waardoor die tenniscarrière er niet in zat uiteindelijk? Uh, ja, nou dat, op een gegeven moment begon het bij mijn enkel. Ik kreeg een uh, chronische peesontsteking. En uh, ik moest elke keer zeven weken moest ik rust nemen. En als je topsport doet en je zit zeven weken thuis, ja, wat ga je doen? Ik werd mentaal helemaal gek. Um, en elke keer, nadat ik dan rust had genomen, moesten ze weer een echo maken. En daarop uh, zagen ze toch elke keer dat er heel veel vocht zat. Dus dat ging maar niet weg. En toen zei een arts op een gegeven moment tegen mij, ja. We kunnen nu alleen een spuiter inzetten, zodat het even de pijn verhelpt, maar niet je blessure. En daar heb ik toen nee op gezegd. En toen ben ik toch het allemaal gaan proberen weer te trainen. En toen ja, viel ik van het een in het ander. Ik kreeg uh, buikspierblessure, schouderblessure. En toen uh, ja, kreeg ik mentaal gewoon zo zwaar dat ik echt dacht van ja, wil ik dit nou wel? Mm -hmm. Mijn lichaam stribbelde zo erg tegen. En zeker ook omdat ik, zoals ik al zei, heel hard ervoor moest trainen en werken, had ik wel zoiets van ja. Uh, hoe gaat dat dan zijn op lange termijn? Ja, op een gegeven moment moest je, uh, ja, werd je eigenlijk gedwongen om een keuze te maken: van ga ik hier door mee struggelen met deze ja. blessures aankwakkelen of ga ik uh, een andere keuze maken voor iets anders? Ja. Hoe was dat voor jou? Ja, heel moeilijk. Ja, het liefst had ik gewoon nog uh, door willen gaan natuurlijk. En zeker ook omdat ik zoiets had van, ik ben er nog helemaal niet. Ik kan er nog zoveel meer uithalen. Um, maar ja, uiteindelijk. Heb ik toch wel de keuze gemaakt om er echt definitief mee te stoppen? En uh, op dat moment, ja, heb, echt, uh, maanden, heb ik het heel moeilijk gehad. Hè? Ja, dat heb ik inderdaad gelezen: dat je in een depressie bent beland. Klopt. Wat ik me goed kan voorstellen, omdat je je droom uh, moet opgeven, waar je jarenlang keihard voor hebt gewerkt. Ja, ja. hoe uitte zich dat? Of dat je in een depressie bent beland? Nou, het kwam er eigenlijk meer op neer dat ik zoiets van: ja, wat nu? Wie ben ik dan zonder mijn tennis? Uh, ik moest mezelf helemaal gaan herontdekken. En ik schaamde me eigenlijk voor het feit dat ik niet zo goed wist wat ik dan nu moest doen. Of ja, wie ik was. En zeker ook in de omgeving zag ik wel dat iedereen dat wist. Dus, uh, ja, toen. Uh, ja ging ik op een gegeven moment ging ik ook helemaal niets meer doen. Zag dus ik dacht van ja wat nu dan? en er was eigenlijk ook gewoon op dat moment geen andere optie voor mij om met er met iemand erover te praten, waar ik me veilig bij voelde, waar ik het echt kwijt kon. en uh, langzamerhand hielp zij mij ja op de rit te komen en meer ja te voelen dat er meer is. dus uh, ja. ja dat was dan een gesprek met een therapeut ja, die je psycholoog ja. psycholoog die je daarin heeft geholpen. ja en zo belandde je weer uit die depressie en ging het weer beter. ja ja, het was wel uh, komen en gaan. Ik heb ook echt wel een moment gehad dat, ik, dat het even weer heel goed ging... en daarna weer even mm -hmm. een terugslag, Maar uh, ja. ik heb, ja. Wat hielp je om beter te worden? Zeg maar buiten de gesprek, maar waar... Ja, het uh, ja, is heel stom dat ik zeg, maar uiteindelijk toch wel die wilskracht... Van wat ik wel met tennis heb, zeg maar... door dat gewoon door te zetten en te denken van... ja, oké, okay, er is vast wel iets anders. Positief blijven denken en... Toch wel de juiste mensen omheen. Me ik heb wel geluk gehad ook met mijn familie, die me altijd steunen, mijn vrienden. Uh, die stonden er wel altijd. Dus ik denk dat ik daar ook wel heel erg uh, ja, mee heb geboft. Mm -hmm. ja. ja. En misschien ook dat heeft geholpen dat je op een gegeven moment uh, weer helder voor ogen geeft van deze kant wil ik op met, uh, in, met mijn leven. Dit is de ja, richting ja. die ik op wil gaan. Ja, uiteindelijk. Uh, ja. Ik heb ook wel echt gewoon wel gedaan wat ik zelf uiteindelijk... Ja, op dat moment goed voelde. Dus ja. Uh, yeah. En wat was de richting dan? Op een gegeven moment neem ik aan dat je dacht van: dit is de richting die ik op wil. Wat was die richting? Nou, ik ben wel een beetje gaan zoeken, hoor. Uh, ik neem had... ons mee door die zet. <laughs> Nou ja, ik kreeg bijvoorbeeld uh, op Instagram kreeg ik toch altijd wel klusje aangeboden. Mm -hmm. Omdat ik enigszins een bereik had gecreëerd door middel van mijn tennis. Af en toe deed ik dan een post, maar niet veel. En uh, ik vond bijvoorbeeld sportmodellenwerk vond ik altijd fantastisch om te doen. Voor Essex werd ik dan gevraagd voor shoot. Maar dat liet ik toen de tijd altijd vallen, omdat mijn trainer daar ook niet achter stond. En die had zoiets van, nee, je moet je echt volledig focussen op tennis. Maar ergens had ik altijd al wel gevoeld, ja, dit vind ik ook leuk, die kant. Dus toen ben ik dat allemaal gaan aannemen en gaan doen... En van het een viel ik in het ander uh, maar wel altijd gedacht van oké okay, pak maar gewoon alles aan wat je, wat je wil en uh, ga ervoor dus mm -hmm. ja het is een beetje vanzelf gelopen ja, maar ja. toen had je nog niet echt een bereik zoals je het nu hebt natuurlijk Nee, helemaal niet wat hoeveel nee. volgers had je op dat moment um, als ik het goed zeg had ik rond de 6000 of ah, zo. ja ja ja, ja. ja. Um, maar toch denk ik ook dat je op een gegeven moment dat je dacht dat die of een, iets in de, show, in de spotlights, in de showbiz, lijkt me wel interessant. Klopt dat? Ja, zeker. Ik heb dat eigenlijk ook altijd wel gevoeld. En uh, ja, dat heb je ook natuurlijk met tennis. Als je goed presteert, dus uh, publiek. Ik vond dat echt leuk. Ik kon er echt van genieten. Dus uh, ja, ik voelde altijd al wel dat het erin zat. Ja. Ja. En wat was uh, de eerste stap die je hebt ondernomen om, uh, om dat te bewerkstelligen? Uh, nou ja, toen kwam toch wel... Um... Die vraag uh, of ik uh, deel wou nemen aan het programma Love Island. Mm -hmm. uh, in de eerste instantie had ik eigenlijk zoiets van: Nou, ik weet niet of ik dat wel moet doen. Maar uiteindelijk toch naar de casting gegaan en. Uh... Ja, er kwam heel snel daarna een belletje van, we willen je heel graag hebben. En toen had ik wel gezegd, ja, ik moet het eigenlijk nog wel even overleggen met mijn ouders, wat die er nou van vinden. En uh, ja, ik had wel eens iets van, oké, okay, lot, in hoeverre gaat dit mijn reputatie uh, schaden? Maar toen uh, had ik wel eens iets van, oké, okay, nou, dit is dus wel zo'n voorbeeld van, misschien moet je dit gewoon doen, spring in het diepe. En uh, ja, je hebt zelf in de handen hoe je je neerzet en uh, ja, ga het gewoon doen. Ja, het is gewoon een hele ervaring. Uh, hè? Je zit toch in de villa met allemaal jongeren. Uh, je gaat ervan uit dat het allemaal leuke jongens zijn ook. Dus, uh... <laughs> en ik was vrijgezel, hè? dus uh... ja. <laughs> maar is um, beroemd worden, was dat een doel van je? Of is dat een doel van je? Nee, helemaal niet. Uh, nee. Uh, nee, nooit geweest. Nee. Dus dat is meer... De, de kans en lekker kijken hoe dat is. Drie weken lang uh, op een Zwaanse eiland uh, met uh, leuke mannen op een eiland zitten. En wie weet wat het me brengt. Ja, ja zo dacht ik echt. Zo ging ik erin. Um, ja, het was zelfs uh, zes weken ook. Zes weken. Waarvan één week in lockdown van tevoren. Dus uh, het was best wel intens. En was het zoals je het je vooraf had voorgesteld? Nee, helemaal niet. Nee. Uh, Welkom in de tv-wereld. Precies dat. Ja, ik probeer het mensen nog steeds uit te leggen, maar... Ja, Probeer het eens je... aan ons uit te leggen, want ik heb er geen idee. <laughs> nou ja, je wordt zo geleefd. Uh, mensen zien het programma en die denken... oh, wat heerlijk, lekker in de villa. Alleen maar lekker zon aan het zwembad. Af en toe een challenge. Maar zo gaat het helemaal niet. Uh, je wordt wakker, er gaat echt zo'n licht aan. Iedereen moet eruit. Uh, vervolgens moet je allemaal in zo'n quotekamer. En je moet echt wachten tot iedereen is geweest. Nou, dan ben je twee uur verder. Zit je nog steeds in pyjama. Mocht je pas aankleden nadat iedereen klaar was. Maar ja, vervolgens uh, kom je alweer lunchen En daarna kwam er een challenge. En uh, dingen moeten zeven keer, acht keer opnieuw worden opgenomen. Ja, je wordt gewoon continu geleefd. Ja, en uh, als je bijvoorbeeld ons ziet sporten even... Nou, dat is waarschijnlijk maar twee minuten geweest. En daarna kon je weer omkleden. Zo gaat dat dan, ja. Was, Vond je het wel leuk eigenlijk, toen je daar zat? Um, ja, uit, ja, wel. Ik heb wel een moment gehad waarvan ik echt dacht... Nou, ik vind het niet erg om uh, nu naar huis te gaan. Um, <laughs> maar uiteindelijk vond ik het wel leuk, ja. ja. Met name omdat ik daar ook wel gewoon even nieuwe mensen heb leren kennen. Dus, uh, ja. Maar ik had niet verwacht... Dat het zo zou zijn, televisie. Maar je hebt meer tv-programma's gedaan, toch? Naar Love Island. Ja, nog eens kijken. Ja. Ja, <laughs> ja, hier moet ik wel om lachen. Hoe was dat? Ja, daar heb ik Welk wel, programma? wel uh, spijt van.